Om de regering een duidelijk signaal te geven over het standpunt van leerkrachten, werd vanmorgen een algemene ledenvergadering georganiseerd door de Katholieke Onderwijzersbond KOB. Op de vergadering hebben leerkrachten hun misnoegen geuit over het financieel beleid van de regering. Dit is niet wat de president had beloofd. Geen enkele regering is ooit opgekomen voor leerkrachten. Het is genoeg, klonk een grote menigte van boze leerkrachten vanuit verschillende hoeken. KOB-voorzitter Bernice Baron zegt dat er al geruime tijd vanuit verschillende scholen wordt geklaagd over de financiële druk waaronder de leerkrachten gebukt gaan. Op basis daarvan is er een algemene ledenvergadering bijeengeroepen om een duidelijk signaal aan de regering te geven. De roep kwam eigenlijk vanuit het veld, toch? We hebben op alle scholen hebben we Vera leden, eigenlijk zijn ze shopstores, maar bij ons heet het ze Vera leden. Hebben zo een beetje met snoegen geuit van ze komen niet meer uit, ze kunnen niet meer, met voorbeelden aangehaald. Oké, en toen zijn we dan erover gegaan om te zeggen van luister, weet je wat, komen jullie bij elkaar, laten we kijken, je hebt de ruimte om je misnoegen te uiten, toch? En daarom zijn de leerkrachten vandaag hier, omdat ze hebben gezien van hé, er wordt niets meer gedaan. Er wordt wel zoveel gezegd, maar er wordt niets gedaan. Dus zij wilden het zelf aangeven van president, Jekirunu. Baron is van mening dat er door de regering niet naar wens wordt opgetreden met betrekking tot de financiële positie van leerkrachten. Daarom overweegt de KOB een betoog in te dienen bij de Nationale Assemblée. De voorzitter zegt dat zij zich ervan bewust is dat er tijdens dit heel proces rekening gehouden zal moeten worden met de veiligheid van elke leerkracht. Maar we moeten onze mensen ook beschermen. Je weet niet wie plotseling in ons midden kan komen als we zeggen dat we naar de Nationale Assemblée gaan om daar onze problemen voor te houden. Dus wat dat betreft kennen we onze verantwoordelijkheid ook. Morgen komen de leerkrachten weer bij elkaar om de volgende stap te bespreken.